ik ben Esmee en ik ben 16 jaar oud. Ik ben een kind van gescheiden ouders, net zoals dat jij dat misschien wel bent. Of misschien ben je geen kind van gescheiden ouders, maar heb je wel iets met de scheiding te maken. Misschien ben je wel de oma van een kind van gescheiden ouders of de tante ervan. Allemaal heel lastig natuurlijk, want iedereen is je wel bij betrokken. Hoe pak je dat nou aan als familielid? Hoe ga je ermee om? En vooral, hoe ga je ermee om wanneer het kind erbij zit? Wat kan je wel zeggen, wat kan je niet zeggen? Vandaag heb ik een paar tips voor jullie om te laten zien hoe we dat het beste aan kunnen pakken, zodat dit fijn gaat voor iedereen. Stel je voor, je zit op een verjaardag en alweer komt dat woordje scheiding naar boven. En dan opeens hoor je de moeder of de vader van dat kind wat erbij zit negatief praten over hun ex-partner. Dus de vader of de moeder van het kind. Hartstikke vervelend natuurlijk. En al helemaal voor het kind van gescheiden ouders. Er zijn van die momenten dat het kind niet zelf durft te zeggen van goh mama, hou je mee op, ik vind dit niet leuk. Of goh pap, wil je het hier niet over hebben waar ik bij zit? Wat kan jij doen in zo'n situatie? Wat doe je als het kind op dit moment zelf niks ervan durft te zeggen? Wat je kan doen is bijvoorbeeld zeggen tegen de ouder van nou, hé, misschien is dit niet zo leuk om te bespreken, want je dochter of je zoon zit erbij. Dit kan misschien lastig zijn, maar ik denk wel eigenlijk dat het de beste oplossing is om dat gewoon eerlijk te zeggen. Zodat de ouder ook weet van, goh, mijn dochter of zoon vindt dit niet fijn. Wat je ook zou kunnen doen is natuurlijk gewoon een ander onderwerp aanbrengen. En over iets heel anders te beginnen, zodat gelijk de scheiding van tafel af is. Wat ook erg vervelend voor ons is, is als bijvoorbeeld onze oma of opa een kant kiest. Ben jij een moeder van de moeder van het kind, kies je vaak kant voor de moeder en niet voor de vader. Hartstikke normaal natuurlijk, maar ook erg vervelend voor ons om dat te horen. Dus doe dit alsjeblieft niet waar wij bij zijn. Zorg gewoon dat je het onderwerp ontwijkt of zeg er niks over. Dit is voor ons fijner, zodat wij niet hoeven te horen wat jij van onze vader of moeder vindt. Als wij over ons weekendje bij papa of mama beginnen, kap ons dan niet af, maar luister naar ons. Vertel ons dat je het leuk vindt, dat wij het leuk hebben gehad daar. Dat is erg belangrijk voor ons. Geef ons kans om bij jullie kind te kunnen zijn. Vaak vergeten wij dat wij kind zijn. We zijn zo mee bezig met de scheiding en vaak willen wij heel erg voor onze ouders zorgen. Dus zorg ervoor dat wij bij jullie kind kunnen zijn. Doe wat leuks met ons, klets gezellig met ons. Het hoeft niet duur te zijn, al doen jullie alleen maar een spelletje. Ontwijk de scheiding eens en vraag ons naar de rest. Vraag ons naar school of naar onze vrienden in plaats van naar de scheiding of naar onze ouders. Als laatste wil ik jullie doorverwijzen naar de open brief van Villa Pinedo. Dit is een brief waarin alle tips nog een keertje staan, waarin staat wat het met ons doet en hoe of wat. Er staat een uitleg bij en dit is heel erg belangrijk voor ons, dus misschien dat het jullie een beetje helpt. De brief kun je vinden op de website onder het kopje open brieven en dan de familiebrief. Ben jij een kind van gescheiden ouders en zit je dit te kijken, dan heb ik ook nog een tip voor jou. Het is helemaal niet erg om je grenzen aan te geven bij je vader of moeder. Je mag best zeggen van, goh man, kan je dit niet zeggen waar ik bij ben? Of, hé pap, ik vind het helemaal niet leuk als je zo over mama praat. Zolang je het maar in een begripvolle en rustige manier vertelt, dan weet ik zeker dat je ouders het zullen begrijpen. Dit waren mijn tips. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Bedankt voor het kijken. Doei!